Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Welkom bij de live-uitzending van de Rots Amsterdam. Goedemorgen mensen hier. Welkom bij de Rots Amsterdam. En laten we elkaar welkom heten op een mooie manier door God te aanbidden. Laten we gaan staan. Ja? Dank u Jezus. Vader, ik dank u mijn Heer. Dat we deze zondag, o Heer, weer mogen komen bij elkaar, o mijn Vader. Om uw naam te lofprijzen en om uw naam eer te geven, o mijn Heer. En het is een wonderbare manier, o Heer, om te kunnen zeggen dat we van u houden. Want het is een wonder dat we van u kunnen houden. Omdat u ons als eerste hebt lief gehad. En we zijn u dankbaar voor al hetgeen wat u reeds voor ons heeft gedaan. En voor alle vele dingen die op ons staan te wachten nog, o Heer. En daarom zeggen wij, dank u Jezus. In Jezus' naam, amen. U bent de koning op de troon. U bent de koning op de troon. Bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. U bent de allerhoogste Heer. Geen andere God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. En jullie alleen, u bent de koning op de troon. En ik geef u alle eer, o Heer. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer. En ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer. En ik prijs u, ik prijs u, ik prijs u, naam, o Heer. Mijn Heer, u bent de koning op de troon. U bent de koning op de troon. Bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. Hebben ze overwinningen gezien in uw leven? Beleid het vandaag. Zing het met geloof en overtuiging. Halleluja. Laten we het nog een keer beleiden vandaag. U bent de koning. U bent de koning op de troon. En we zijn hier vanwege u. Majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. U bent de allerhoogste. U bent de allerhoogste Heer. Hoogste Heer. U bent mijn God. U alleen bent God. Ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam, mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer, ik geef u alle eer. En ik prijs uw heilige naam, heilige naam. Ik prijs u, ik prijs mijn u, Jezus, God, mijn Heer, u bent groot. U bent heilig, u bent heilig, u bent waardig. Om te ontvangen onze Heer. U bent heilig. U bent heilig. U bent waar.
heilig. U bent waardig. U bent waardig. Om te ontvangen onze eer. Onze eer. En ik geef u alle eer, o Heer. Ik geef u alle eer. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God. Mijn God. Mijn Heer. U regeert. Ik geef u alle eer, 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 mijn Heer, u regeert. Nog een keer, ik geef u alle eer, ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam, mijn God, mijn Heer, u bent groot. Mijn Heer, u leeft nog. Ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer. En ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer. U bent groot. Groot en machtig is Hij. Groot en machtig is Hij. Ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer. U leeft nog. Mijn God, mijn Heer. God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn Heer, mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God en Heer, God, ik keer vandaag, o Heilige Geest van God. Mijn God, mijn Heer, mijn God, mijn Heer, regeert, 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 regeert. Mijn God, mijn Heer, mijn God, mijn Heer, u regeert. Heilige Geest van God, wees welkom, wees welkom, wees welkom. Wees welkom, wees welkom, wees welkom. Heilige Geest van God, halleluja. Geef hem een daverend applaus, halleluja. En laat hem verwelkomen vandaag. Verwelkom hem, halleluja. De Geest van God. Zonder u zijn we niks, halleluja. Wij hebben u nodig, wij hebben u nodig, wij hebben u nodig. We hebben u nodig. Heilige Geest van God. Heilige Geest van God. Heilige Geest van God. Halleluja. Wees welkom, 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 Heilige Geest, Spirit of the Living God, we welcome you, we welcome you, we welcome you. This is your house, 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 we welcome you, hallelujah, hallelujah. En als u relatie met hem heeft, met zijn Heilige Geest van hallelujah, geef hem een daverend applaus en verwelkom hem in ons midden, hallelujah, want het gaat om hem alleen. Awesome God, mighty God, mighty God, hey, I give
het hemelse leger. Prijs de Heer, gij serafijnen, en laat heel de aarde voor hem buigen. Prijs de Heer, o machtige. Prijs de Heer, het hemelse leger. Prijs de Heer, gij serafijnen. En laat heel de aarde voor hem buigen. Kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom op en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom op en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom op en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Hey. You may clap your hands today. En prijs de Heer. Prijs de Heer, o machtige. Prijs de Heer, het hemelse leger. Prijs de Heer. En laat heel de aarde, en laat heel de aarde voor hem buigen. Prijs de Heer, prijs de Heer. We prijzen uw naam, Jezus. We prijzen uw naam, o Jezus. Prijs de Heer, het hemelse leven. Prijs de Heer, prijs de Heer. Prijs de Heer, prijs de Heer. En laat heel de aarde, en laat heel de aarde. Voor hem buigen. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom op en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Hij is zo goed. Kom op, kom op en prijs. Kom en verhoog zijn naam. Kom op, kom op en prijs. Kom op en verhoog zijn naam. Kom op, kom op. Hij is God. Hij zet het op prijzen. Halleluja. Kom op. Goede tierenheid, behaagt de Heer. Goede tierenheid, behaagt de Heer. Goede tierenheid, behaagt de Heer. Goede tierenheid, tierenheid, behaagt de Heer. Reis op stad van Sion, reis op stad van Sion. En wankel niet, voor koning Jezus aan, totdat de duisternis vliegt. Reis op stad van Sion. En wankel niet, voor koning Jezus aan, totdat de duisternis vliegt. Reis op stad van Sion. En wankel niet, voor koning Jezus aan, totdat de duisternis vliegt. Reis op stad van Sion. En wankel niet, voor koning Jezus aan, totdat de duisternis vliegt. Reis op, reis op. Reis op, 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 totdat de duisternis vliegt. Hey, oh, oh, oh. Lofprijs is mijn wapen. Lofprijs is mijn wapen. Lofprijs is mijn wapen. Lofprijs is mijn wapen. Mijn dans is een 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 wapen. Mijn lied 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 is een wapen. Lofprijs is een wapen. Lofprijs is een wapen. Mijn dans is een wapen. Mijn dans is een wapen. Mijn lied is een wapen. Mijn lied is een wapen.
Waar de geest van God is, daar is vrijheid. Vrijheid om te dansen. Vrijheid om je handen op te heffen. Vrijheid om je stem te verheffen. Halleluja. En verklaren vandaag de vrijheid van de Heilige Geest van God in dit gebouw vandaag. Halleluja. En we gaan het nog een keer zingen. Mijn gejuich is een wapen. En dan mag je een jubel gejuich geven voor je Heer. Hou ervoor. We gaan het nog een keer proberen, ja? Hey! Ben je er klaar voor? En je mag halleluja, je mag prijzen, Heer, schreeuw jubelen. Je mag van alles om zijn naam te verhogen voor wie hij is in uw leven. Amen. Make a place for our God. One, two, three, four. De waarheid en het leven, op de bron des leven, brood des leven, onze rots, onze toren, onze goede God, ons Heer, onze goede Heer, halleluja, richt uzelf
en geef hem wat hij toekomt. Geef hem wat hij toekomt. Laat uw hart spreken voor de troon van onze Vader. Blijf niet stil, maar voelt u vrij. En geef hem wat hij toekomt. Higher, higher, we lift it higher.
blijf niet stil, blijf niet stil. Heb hem lief, heb hem lief. In troon, Jesus. In troon, upon our hearts. We give you space, we give you room to enthrone upon our hearts. We give you place, we give you room to enthrone in this place. Jesus, King of Kings. Hosanna, 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 in the highest. Hosanna in Altissimo. Hosanna, Hosanna in Altissimo. Hosanna. We bow before you, King of Kings. We bow before you, Lord of Lords. We bow before you, King of Kings. This is your place. We bow before you. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. There is no king that is equal to you, O God. Yeshua. Adonai, Adonai, Adonai. There is no king before you. There is no king can compare to you. Oh, Jesus, King of Kings, King of Kings, Lord of Lords. Come and enthrone, enthrone upon our hearts. Vele keren, vele malen komen voor zijn troon. En dan gaan we constant vragen, smeken voor iets die hij voor ons capabel is om te doen sowieso. Maar er zijn daarnaast ook momenten waar hij het waardig is dat wij hem wat geven. Dat wij hem ons hart, onze aanbidding geven. Amen. Dus ik wil je vandaag bemoedigen. Verlies jezelf voor zijn troon, wetende dat hij voor u zorgt. Amen.
geef jezelf de toestemming en de ruimte, zodat Hij zichzelf kan vertonen. Beautiful, 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 beautiful.
Seat. Only He is worthy, only He is worthy, only He is worthy. Jesus is His name, Yeshua is His name. How you see, 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 naam boven alle namen, Yeshua. In zijn naam daar is kracht, in zijn naam is er salving, in zijn naam is er leven, in zijn naam is er doorbraak, in zijn naam is er genezing, in zijn naam er is hoop. Halleluja. In zijn naam er is licht. Laat uw licht schijnen op alle levens in deze plek. Laat uw licht schijnen, o Heer. Wacht op niemand, maar geef hem wat u toekomt. Halleluja. Als het een applaus is, geef hem applaus. Als het een jubel is, voel je vrij om voor hem te jubelen vandaag. Maar voelt u vrij om hem te geven
wat hem toekomt vandaag. Halleluja! Halleluja! Hey. Halleluja! We bless you, we bless you. Spirit of the living God. Ruach HaKodesh. Halleluja! In zijn naam is doorbraak, halleluja. In zijn naam is doorbraak. Halleluja. De tekst die ik met u wil openen is Jesaja 41 vers 11. Zie, alle die tegen u in woede zijn, ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en komen om. Gij zult hen zoeken, maar niet vinden. De mannen die u bestoken, zij worden als niets. Ja, vernietig de mannen die tegen u oorlog voeren. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand vast. Die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij worpiem Jacob, gij volk je Israël. Ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heren en de Verlosser. Halleluja. Tijdens mijn voorbereiding voelde ik ontzettend een, alsof mensen opbossen tegen een geest van intimidatie. Mensen die bang zijn om een situatie op te lossen, maar niet durven uit te stappen omdat ze bang zijn tegen de intimiderende en controlerende en schreeuwende stem van de vijand. Van hun gedachten, van om hun heen. Ik voel dat heel sterk en de Heer bracht mij deze tekst in de geest. En de Heer zegt, we moeten opstaan en niet vrezen. We moeten opstaan en niet vrezen. De Heer zegt, ik zal uw vijanden voor u wegzenden, wegjagen. En waar u ook zult kijken, u zult hen niet vinden. Kijkt u naar boven, u ziet hen niet. Kijkt u naar beneden, u ziet hen niet. Kijkt u naar links, u ziet hen niet. Kijkt u naar rechts, u ziet hen niet. De Heer zegt, we moeten opstaan onbevreesd. Want wat hij voor ons doet, kan geen mens voor ons doen. De Heer zegt, geen enkele situatie is zo sterk dat het ons moet intimideren. De Heer zegt, ik ben sterker dan iedere situatie in uw leven. De Heer zegt, we moeten onbevreesd zijn. Onbevreesd gaan staan. Onbevreesd spreken tegen de situatie. We moeten het wegjagen uit ons leven. Wat de Heer belooft ons in zijn woord. Dat we, wanneer we dat doen, wij de vijand zullen zoeken en het niet zullen vinden. We zullen zoeken en niet vinden. We zullen het zoeken en niet vinden. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Vader, ik ben u dankbaar, Heer, voor het woord dat u ons hebt gegeven. En in het woord staat heel duidelijk, mijn Heer, dat wij alle met u gezeten zijn op de troon, o mijn Vader. Want we zijn in Christus Jezus. En omdat we op de troon gezeten zijn samen met u, mijn Vader, kijken we naar beneden naar de vijand en zeggen we stop nu in de naam van Jezus. We zeggen wijk nu in de naam van Jezus. We zeggen verdwijn uit mijn leven in de naam van Jezus. En er is geen macht die kan standhouden tegen het woord van God, door mijn Vader. Want u bent de Allerhoogste, u bent de Almachtige en u bent onze Vader. En er is geen koning gelijk aan u, om mijn Vader. En er is geen naam boven de prachtige, wonderbare naam van Jezus Christus. Elke ziekte heeft een naam en valt onder de naam van Jezus Christus. Elke vijand heeft een naam en valt onder de naam van Jezus Christus. Elke situatie heeft een naam en valt onder de naam van Jezus Christus. Er is geen naam boven de wonderbare naam van uw prachtige Zoon. En zijn naam is Jezus Christus. En Jezus is gekomen voor mij. En Jezus is gekomen voor u. En Jezus is gekomen voor u. En hij is er voor ons allen. Voor ons allen is Jezus gekomen. En doordat Jezus voor ons allen is gekomen, zijn wij veilig en heilig bij Jezus Christus. En daarom zeggen we dank u, Vader. Dank u voor uw machtige kracht. Dank u voor uw power. Dank u voor uw overwinning.
Dank u voor uw zegening. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw steun. Dank u dat u het bent die op ons let, mijn Vader. Dank u dat u waakzaam bent, o Heere. Als ik slaap, bent u met mij, o mijn Heere. Als ik wakker ben, bent u met mij, o Heere. Als ik in de overwinning ben, bent u met mij, o mijn Heere. Als ik in een dal ben, bent u met mij, o mijn Heer. Als ik opwaarts ga, neemt u mij mee, o mijn Heere. Waar ik ook ga en waar ik ook sta, ik zeg Jezus. Ik zeg Jezus. Ik zeg Jezus. Soms heb ik geen woorden, maar dan heb ik alleen een naam. En dan zeg ik Jezus. Jezus, Jezus. Halleluja. 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 Ik wil u heel vriendelijk groeten, maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst heel vriendelijk de prees bedanken. En dat doe ik niet gewoon zo, maar ik kan niet klappen, maar u kan wel klappen, want ik heb een microfoon in mijn hand. Dank u wel, prees. Dank u wel dat u ons meeneemt in de aanbidding. Halleluja. Goedemorgen, bijna goedemiddag. Goedemorgen allemaal. Voor de mensen die vandaag voor het eerst zijn, ik wil iedereen eerst welkom heten. Laat me eerlijk zijn, laat me geen onderscheid maken. Ik heet iedereen welkom. Ik groet jullie allemaal. Ik kijk weer in de zaal en ik zie alleen maar prachtige mensen. Jullie schitteren gewoon, ik zie het gewoon. Jullie schitteren allemaal, jullie zijn allemaal mooi. Waarom? Daarom. Oké? Okay? Amen. En ik wil de mensen groeten die hier vandaag ook voor het eerst zijn. Als u hier vandaag voor het eerst bent, laat me voorzichtig uw hand zien. Als u vandaag voor het eerst bent gekomen, laat me uw hand zien. Nee, meer niet. Alleen een hand. Laat me zien. Daar zie ik twee mensen. Wees welkom, wees welkom. Daar zag ik een broer. Wees welkom. Kijk, ik ga u niet in verlegenheid brengen, maar als u even staat, want we hebben een heel team die graag u wil zien even, want dan kunnen ze na de dienst kort met u spreken. Wilt u even staan voor de mensen die vandaag voor het eerst zijn? Amen. Laten we ze een vriendelijk applaus geven. Dank u, Jezus. Dank u, joh. Dank u, Jezus. Wees welkom. Wees welkom, wees welkom, sisters. Wees welkom. Amen. Oké, we gaan gelijk verder. Aanstaande zaterdag, 24 juli, hebben we een doopdienst. En voor de mensen die zich al hebben opgegeven voor de doopdienst, wil ik jullie echt vriendelijk, doch dringend aan herinneren dat we die vrijdag 23 juli dooplessen hebben. En die dooplessen zijn gewoon hier en die beginnen om 7:30. En ik wil u echt vragen dat als u die zaterdag gaat dopen, dat u dan die vrijdag dan de dooplessen komt. U krijgt dan toelichting en uitleg over wat dopen allemaal precies inhoudt. Amen? Oké, amen. Volgende wat ik ook wil vertellen is, houden jullie het goed in de gaten, mannen. Want gisteren moest ik even wat brengen. En ik zeg niet dat ik jaloers ben, want dat is geen goed gevoel. Ja? Ik zeg niet dat ik geïrriteerd was, want dat zou ook geen goed gevoel was. Maar ik zag een uitdaging. Die vrouwendienst had een vrouwendienst van een vrouwendienst. Nee, jullie moeten niet juichen. Nee, jullie moeten... No, 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 no. Zie je? Ja, oké. Juichen jullie. Broers, dit kan niet, man. Dit kan niet, man. Als dit een EK was, staan we 4-0 achter, man. Noem maar. Dus die mannen die hier gaat komen zaterdag 7 augustus, laten die vrouwen merken dat, hé, wat is er? Mijn huis is leeg. Ja, alle mannen gaan weg en we gaan zaterdag 7 augustus hier zijn. Double gaan we daarvan maken. Jullie hadden hoeveel? 100 zoveel? Als corona helemaal klaar is, hebben wij het dubbele van jullie. Ja? Oké, okay, amen. Dus hou in de gaten, zaterdag 7 augustus, dat we dan een mannendienst hebben. Er komt nog meer toelichting, maar onthouden jullie. Zaterdag 7 augustus. De tijd, ik zeg het even uit het hoofd, volgens mij van 7 tot 9. Maar als ik me vergis, dan doen jullie net alsof ik het niet heb gezegd. Amen. Maar zaterdag 7 augustus hebben we een mannendienst. Amen. Het volgende wat ik met jullie wil bespreken is, we hebben natuurlijk vorige week een prachtig filmpje gezien. En vandaag gaan we dat filmpje natuurlijk ook weer tonen. En dat gaat over de Bijbelschool. En Bijbelschool begint 11 september. Maar ik wil jullie wat vertellen. Ik heb een paar keer de Bijbelschool mogen volgen. En ik zeg u eerlijk, het helpt en het helpt je echt op een wonderbare manier. Het geeft je toelichting, het geeft je uitrusting om nog meer te weten van God. Maar laten we naar dat filmpje even kijken.
Amen. Dank u, Jezus. Het is een mooi applaus, echt waar. Amen. Dank u, Jezus. Oké. Ik wil graag met u, want we gaan een beetje het offer ophalen. En dus de mannen komen straks hier te staan. Jullie mogen alvast naar voren lopen. En het offer ophalen, dan denk ik vandaag toevallig aan een tekst. En die staat in Matteüs. En dan denk ik aan de talenten die gegeven zijn. En u weet, een talent staat niet voor een talent zoals een gave, maar het staat over een bedrag. En ze zeggen, als je het zou moeten rekenen aan nu, dan zou je het moeten vergelijken met bijna een jaarsalaris. En wat ik zo mooi vind aan die tekst, is dat wanneer God dit vergelijkt en gebruikt, dan zegt hij, ik vertrouw je toe met iets. En dan zegt hij, ik heb je met weinig vertrouwd, maar dat betekent, omdat in zijn ogen is het niet veel, omdat hij natuurlijk die rijke man is, stinkend rijk. En hij deelt aan zijn drie mensen, zijn drie knechten, gewoon allemaal verschillende talenten uit. En dan kijkt hij uiteindelijk wat ermee gedaan wordt. Maar het mooiste daarvan vind ik, dat het antwoord is, ik heb je over weinig heb ik je gegeven. Je hebt je helemaal vertrouwd, je bent betrouwbaar voor mij. En daardoor zal ik je over veel gaan aanstellen. Dat staat bijvoorbeeld in Matteüs 25 vers 23, daar kan je het ook al zien. En wat het voor mij belangrijke is, zo is het ook met hetgene wat God met ons doet. Wij zijn in staat om voor dingen voor God te doen. En het lijkt alsof het veel is, maar in Gods ogen is het, want we zijn maar een fractie hier op aarde. Als je kijkt met de eeuwigheid, die 90 jaar dat je kan worden, of die 85 die je kan worden, of die 98 die je kan worden. En helaas van ons sommigen misschien nog jonger, want je weet nooit wanneer je weggaat. Maar over die korte tijd dat je hier op aarde bent, stelt God je over, geeft je een vertrouwen over heel veel zaken. Want je mag van God het koninkrijk verkondigen. Je mag het evangelie verkondigen. Je mag bidden in zijn naam. Je mag wonderen verrichten in zijn naam. Je mag andere mensen helpen in zijn naam. En als God dat tegen ons zegt, ik heb je weinig gegeven, maar ik zie aan jouw karakter, ik zie aan jouw gedrag, hoe betrouwbaar je bent. Daarom ga ik je verantwoordelijk stellen over velen. Daarom wanneer ik iets mag doen voor God, en iets mag doen betekent gewoon mijn tijd mag besteden voor anderen, dan zeg ik, Vader, ik doe dit met alles wat ik in me heb. Ik wil mijn toewijding aan iets geven met alles. Ik hou niet van halfslachtig werk. Want halfslachtig werk levert halfslachtig productie op. Zo zie ik het. Als je op je werk bent en je doet maar de helft van je werk, ga je zien hoe snel je contract niet wordt verlengd. Als je voor de helft je tank elke keer maar vult, ga je op een dag merken dat je tank helemaal leeg is als je geen zin meer hebt om te rijden. Allemaal gekke dingen. Als je voor de helft je toewijding geeft aan God, dan ga je merken dat iets in je geestelijk leven, het blijft maar op één plek. En wat wij allemaal willen is ons geestelijk leven verhoogd en verhoogd en verhoogd zien worden. Steeds meer mogen doen voor God. Steeds meer toevertrouwd krijgen van God. En zo zie ik het op elk punt. Dus wanneer ik zeg dat ik iets geef aan God, en ik heb het nu eventjes dan bijvoorbeeld over financiële middelen, dan weet ik precies wat er in mijn op mijn bankrekening staat. Ik wou zeggen in mijn portemonnee. Mijn portemonnee is altijd leeg, want ik hou niet van contact. Dus ik weet wat ik heb. En op het moment dat ik iets geef, dan weet ik precies, ai Vader, dit is wat u van me vraagt, dit breng ik. Dus wanneer u hoort, geef wat God op uw hart legt, dan is het zeker iets tussen u en God. En tegen mezelf kan ik jokken, tegen een ander kan ik jokken, maar ik kan niet zeggen, God, dit heeft u op mijn hart gegeven. En dan zegt hij het bedrag nog een keer, zeg ik, pardon, ik versta u niet. Pardon, ik versta u niet. Totdat ik een bedrag hoor waarvan ik zeg, nu versta ik u wel. Nee, ik geef wat God mij op mijn hart geeft. Omdat ik elke keer heb gezien dat alles waar ik in investeer, wanneer God het me teruggeeft, is het zo wonderbaar. Dus, naast u zijn machtigingen. En vult u die machtiging in. En als u contant heeft, dan mag u contant hier komen brengen. En als u zegt, ik ben van telebankieren, dan ziet u de bankrekening hier staan. Daar op het scherm, daar, hier onder mij, vlakbij mijn knie. En dat is de bankrekening waar u op over mag maken. Amen. En terwijl het muziek speelt, ga ik u vragen om naar voren te komen en uw offer in de offermand te zetten. En ik vraag u om terug te lopen in een U-vorm, zodat we het niet tegen elkaar opbotsen. Amen. Ga uw gang. U mag uw offer komen brengen naar de offermand. Thank you.
Jezus. Laten we gaan staan. Yes, dank u. Vader, ik dank u, Heer, dat u het volk van u, o Heer, in staat stelt om gevers te zijn. Vader, ik dank u dat u voor ons gevers maakt en geen leners, o mijn Heer. En Vader, het maakt niet uit in welke situatie we doorheen gaan, o mijn Vader. We zijn en blijven uw kinderen. En daarom zijn en blijven we altijd gevers. En als zouden we in een situatie zijn gekomen, mijn Vader, waarin wij door een periode moeten gaan van lenen, o mijn Vader, dan stelt u ons in staat om het tienvoudige terug te kunnen geven en het tienvoudige terug te kunnen schenken. Daarom bid ik in de naam van Jezus, o Heer, dat in ons huis, in het huis van uw kinderen, o Heer, zou nooit armoede kunnen staan. Er zou nooit armoede aanwezig kunnen zijn. Elke vorm van armoede dat binnen is geslopen in huis, o mijn Vader, we verwijderen het in de naam van Jezus. En ik dank u dat u ons een huis heeft gemaakt, o Heer, van rijkdom, o mijn Vader. Rijkdom in liefde, o mijn Vader. Rijkdom in kracht, o mijn Vader. Rijkdom in gaven, o mijn Vader. En ook rijkdom in financiën, o mijn Heer. En ik dank u, o Heer, dat u een doorbraak geeft aan ieder van ons, o mijn Vader. En dat onze schuren altijd gevuld zullen zijn, o mijn Vader. Dat zij die een nood hebben bij ons kunnen komen, o mijn Vader. En dat we kunnen schenken, o mijn Vader. Dank u dat u van ons maakt, o Heer, mannen en vrouwen die een antwoord zijn op gebeden, o mijn Vader. Zodat wij de nood van anderen kunnen oplossen. En dat zij uw naam gaan eren. Omdat ze zeggen, maar dit moet alleen God zijn die dit gebed heeft verhoord. Dit moet God zijn die mijn nood heeft gezien. En daarom zullen velen tot bekering komen. Vanwege de wonderbare werken die u door ons heen doet. In Jezus naam, amen en amen. Amen. U mag blijven staan, want we gaan gelijk welkom heten. De spreker van vandaag. Onze eigen apostel Oswald Hart. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Broer Martin zei het al, u ziet er fantastisch uit. Zoals elke week. Ik heet u alle van harte welkom. We zijn blij om er te zijn vandaag. Want we geloven dat God mooie dingen voor u heeft. Amen. 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 Even kijken als die flyer van de mannendienst even op scherm kan. Dan weten de mannen gelijk waar we het over gaan hebben. Oké. De inloop is van 6 tot 7 op 7 augustus. En de dienst is van 7 tot 9. En we gaan het hebben over geestelijk volwassen zijn. Of een geestelijke volwassene. We gaan het hebben hoe doorbreek ik negatieve patronen. En het nemen van verantwoordelijkheid. En broer Martin zei het al, het wordt een fantastische samenkomst. Dus mannen, je hebt zeker een vriend die het nodig heeft, maar we hebben het ook nodig. Amen. Amen. Vandaag wil ik het hebben over het overwinnen van angst. Vaak is het zo dat we met iets kampen of met iets zitten. Het kan zijn in, laten we eerst bidden in de samenkomst en het woord opdragen. Vader, het woord zal gesproken worden en het zal uw woord zijn. En we bidden u, Vader, om uw woord te zegenen. We bidden u, Vader, om uw hand op uw woord te plaatsen. We bidden u, Vader, dat het woord dat gebracht zal worden, dat u ons leert hoe wij angst moeten overwinnen. En dat u met uw kracht erover gaat, waardoor we de overwinningen mogen boeken. Vader, vind open harten, help ons, Vader. Ook de mensen die thuis zijn. Ik bid u, Vader, dat ze komen op de plaats van het boeken van grote overwinningen. In de naam van Jezus. Amen. Hoe gaat het met u? Ik ga het nog een keer vragen. Hoe gaat het met u? Geweldig. Ja? Het wordt een mooie dag vandaag. Vorige week heeft een zuster gezongen. En als het ware, toen ze zong, dan keek je van waar komen die engelen? Ja? En die zuster gaat vandaag weer zingen speciaal voor u. Ja? Zuster Romy, het wordt top. Ja? We leven op de top van de berg in de overwinning. Amen. We leven in een tijd waar de duivel denkt ons de mond te snoeren. We leven in een tijd waar we kennis hebben gemaakt met mondkapjes. Zo is het toch? Maar het is iets dat ik zie in de geestelijke wereld. Dat de duivel denkt van,
mondkapje op, je kan nog ademen, nog praten. Klaar. Blijf daar. Praat niet, maar wij zijn overwinnaars. En vorige week heb ik gezegd, mondkapje eraf. Waarom? Omdat de kerk is gekomen op de plaats van glorie. God is bezig met iets groots wereldwijd, waarbij onze tong, ja, onze mond gebruikt zal worden om grote dingen voor God te doen. En niemand gaat ons de mond snoeren. Want dat is wat de duivel wil. Ik snoer ze de mond. Ik zorg ervoor dat ze nu kunnen praten. Ik intimideer ze. Ik maak ze bang. Ik breng angst binnen. Maar hij is een leugenaar. Hij is een leugenaar. Want u hebt de overwinning. Want de duivel weet één ding. Als de kerk van God opstaat in glorie. Want we leven in die tijd. God heeft zijn glorie gebracht in de gemeente. Over zijn kerk. Over zijn kinderen. En we moeten staan in die glorie. En we moeten werken in die glorie en overwinning boeken in die glorie. En de duivel denkt, weet je wat? Ik snoer ze de mond. Ik breng angsten, want vele. De wereld is een wereld in angst. We leven in een tijd, als je kijkt naar die watersnood. Kijk wat er gebeurt. En dan komt diezelfde man, die viruswaanzinnige, die is ook gekomen zeggen, virus bestaat niet. Die zegt, het is weer een leugen. Ze hebben het opgezet. Soms moet je mensen de mond snoeren. Ze moeten niet met die dingen komen, man. Want ze brengen zoveel verwarring. Echt waar. Nu is het niet echt. Terwijl je ziet hoe die mensen hun huis in Duitsland, België en hier. Dan kom jij zeggen het is niet echt. Maar in elk geval, we leven in een tijd waar hoop op ons afkomt. En maar wij als christenen moeten weten wat God in deze tijd tot de gemeente spreekt. Als we niet verstaan wat God tot ons spreekt, ik kan u zeggen, we gaan nederlagen leiden. Nederlagen. Want vaak hebben mensen angsten over hun gezondheid, angsten over hun kinderen, angsten over hun familie, angsten over hun banen. Ja? Angsten. Maar ik kan u zeggen, angst is de tegenstander van geloof. Angst maakt, ik zeg altijd, angst verlamd. Angst verlamd. Het verlamt alles. Zoveel verlamd dat zelfs je darmwerking verlamd wordt, dan kan je het in je broek doen. Angst verlamd. Maar vandaag gaan we hem aanpakken. We zijn geroepen om in de overwinning te staan. En we gaan het uit de Bijbel halen en kijken hoe God wil hebben dat we moeten handelen. We kijken wat God voor ons heeft om angst te overwinnen. Ik wil u meenemen naar Matteüs hoofdstuk 14. En ik wil met u lezen. Ik heb hier staan 23 en 24. Ik ga eerst beginnen bij 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Tot hij de scharen zou hebben weggezonden. Ik wil even daarbij blijven staan. Als God aan u zegt, als God aan mij zegt, we krijgen een profetisch woord van God uit de mond van Jezus. Je gaat naar de overkant. Dan weet je één ding. Maakt niet uit wat er gebeurt, dit heeft God gezegd. Gado schriftaki. Het is God zelf die gesproken heeft. Terstond. Met andere woorden, ga naar de overkant. Niemand kan komen om te zeggen, nee, je gaat niet naar de overkant. Niemand kan de overkant meer stoppen, want God heeft gesproken. Soms hebben we doelen in het leven. We weten waar we naartoe gaan. We weten wat we willen. En toch komen er dingen die ons angst aanjagen dat we stoppen. Dan komen er dingen die ons angst aanjagen. En ze willen hebben dat we eigenlijk terugkeren. En niet gaan naar onze bestemming. Maar als God heeft gesproken, dan heeft God gesproken. Als God je een woord heeft gegeven, geen enkele voorganger kan komen. Hij mag de helft van de wereld als kerk hebben. Let him talk, want God heeft zelf gesproken. Als God heeft gesproken, ga naar de overkant. Ja, en dan staat er in vers 22, en terstond, hij dwong ze. Hij zegt, je gaat. Hij stuurt de schare weg, ga naar vers 23 als het kan. 23. En toen hij de schare weggezonden had,
ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Vers 24. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door golven, want de wind was tegen. God geeft u opdracht, ga naar de overkant. Ik denk aan, ik heb net gezegd, mondmaskers eraf, neusmaskers eraf, want we gaan ademen, als kerk moeten we ademen en als kerk moeten we spreken. Niemand komt de kerk van God brengen in een hoek of intimideren, je kan niet spreken. Want ik kan u zeggen, de oplossing, de overwinning van elke christen ligt in uw mond. Met uw mond beleid je tot behoudenis. Met je mond, met je hart geloof je. Ja, maar met je mond beleid je. Dus wat je spreekt gaat uitkomen. En als we kijken, dan zien we dat er een corona is gekomen en we hebben geestelijk gezien wat die corona doet. Maar dat doet het ook, of wil ook doen met de kerk, dat de kerk moet zwijgen. Maar u gaat niet zwijgen. Ik ga niet zwijgen. Ja, toen God Mozes zond en Mozes zei, zend iemand anders. Immers, ik kan niet spreken. Weet je wat God heeft gezegd? Van wie heeft de mens een mond gekregen? God zegt, ga je zeggen wat je moet zeggen? God zegt, kom niet met die gekke dingen op me. Ga niet zeggen, ik kan het niet, ik ben bang. God zegt, zeg het nooit meer. Heb je gehoord, Mozes? Nooit meer. Als je het goed leest, is God daar bezig met Mozes. Want het wapen dat God aan Mozes heeft gegeven. God, Mozes zegt, want ik ben een man, ik ben verlegen. Ik kan niet, God zegt, stop ermee. Stop ermee. Right away. Nu. Anders kunnen we geen zaken doen. Mozes, ik heb je uitgekozen. De rots, u die hier bent, u die thuis kijkt. God heeft u uitgekozen om een werk te doen. En uw mond, dat is uw wapen. Echt waar. Als we zingen love praise is uw wapen. Waarmee doe je love praise? Met uw mond. Als we zingen gebed is uw wapen. Waarmee doe je gebed? Met uw mond. En hij geeft de opdracht. En hij zelf gaat de berg op. En dan zien we dat het schip midden op zee is. Midden op zee. Laat me het zo zeggen. Midden. En er komen stormen. Als je naar achteren kijkt, denk je, is te ver. Als je naar de overkant kijkt, het is te ver. Maar Jezus stuurt ze niet zomaar weg. Hij wil ze een les leren. Hij wil ze een les leren. Want, en de Bijbel zegt, vers 23. Hier is 24, vers 23. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op en eenzaamheid te bidden. Het was avond. Weet u wat dat betekent? Als er problemen in uw leven komen die u angst aanbrengen, vaak lijkt het alsof u in duisternis verkeert. Jezus is daar op de berg. Hij stuurt je. Jij bent hier alleen en je denkt je bent verlaten, je bent geïsoleerd. Waar is God? Wie gaat me helpen? En dan kom je in problemen terecht en dan denk je, God is ver van me. Zo gaat het toch? Want dat is wat er hier staat. Hij stuurt ze. God die het voor u gaat doen. God op u bouwt. En u bent in een situatie. U bent in grote problemen. De wind is tegen. En die wind komt om. Eigenlijk, de wind is de vijand. In dit verhaal is die wind niks en niemand anders dan de vijand. Want als Jezus bestraft, bestraft hij niet het water, hij bestraft de wind. Als die problemen in uw leven komen die u bang maken. Ja, ik ga u nog één keer zeggen. Angst is niet van God. Angst verlamt. Er is een vijand erachter. Want als u angstig bent, kan God u niet gebruiken. God zoekt naar mensen die geloof hebben. God zoekt naar dappere strijders. God zoekt niet naar bange. Vorige week zei ik scheters. God zoekt niet naar bange mensen. God zoekt naar mensen met geloof. Want uw geloof kan u behouden. God heeft de overwinning voor u weggelegd. En u moet uw overwinning behalen. Hij zendt de scharen weg. En als hij daar is, u weet dat Jezus onze voorbidder is. Dat weet u toch? Hij is toch onze voorbidder?
Dat is het beeld dat daar staat. Hij gaat in eenzaamheid. Hij doet daar in de hemel doet hij voorbeden voor u. Hij is niet ver van u. Hij is bezig voorbeden voor u te doen. En op de berg overziet hij de hele situatie. Hij weet precies in welke situatie u bent. Hij kijkt naar u. Maar hij wil kijken hoe u gaat handelen. Hij kijkt naar u. Als u vandaag in een probleem bent van angst. Maakt niet uit als het uw kinderen is. Maakt niet uit als het uw gezondheid is. Maakt niet uit in welk, als het uw werk is. Maakt niet uit als het uw gezondheid is. Weet u dat Jezus naar u kijkt? Hij blijft naar u kijken. Hij doet voorbeden voor u. Ja? Hij weet één ding, u gaat niet omkomen. Hij weet één ding, hij zal op tijd daar zijn. Er is tegenwind. Tegenwind. Er is tegenwind, maar we dienen een God. Maakt niet uit als er machten en krachten tegen u opstaan. Ik kan u één ding zeggen. U dient een God, een grote God. Geen enkele tegenwind, geen enkele macht kan u tegenhouden. In de naam van Jezus. En in de naam van Jezus, elke aanval op een leven, elke aanval van de machten der duisternis wordt op dit moment verbroken in Jezus' naam. Elke aanval wordt verbroken in Jezus' naam. En we gebieden elke macht die denkt aan te vallen, los te laten in de naam van Jezus, in Jezus' naam. Laten we gaan naar Marcus 6, vers 45. Marcus 6, vers 45. Het is eigenlijk dezelfde tekst die we hebben aangehaald, maar er is hier een diepte in. Want er wordt een naam genoemd. Hier staat er, en terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te gaan naar de overkant, naar Bethsaida. Ik wil even hierbij blijven. Hij dwong zijn discipelen vooruit te gaan naar Bethsaida. Maar om naar Bethsaida te gaan, moet je over de meer gaan, de meer van Galilea. Heel apart, hè? Weet u wat dat betekent? Galilea betekent rijkdom. Galilea betekent bestemming. Galilea betekent zegen. Galilea betekent overvloed. Er staat u te wachten, grote doorbraak. U gaat uw overvloed tegemoet. U gaat uw bestemming tegemoet. U gaat uw zegen tegemoet. U gaat uw overwinning tegemoet. Ja? En de duivel weet dat. We leven in een tijd waar God de kerk op een bijzondere wijze gaat bezoeken. En de duivel heeft iets van, no, 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 no. Want hij weet, wat hij creëert in de natuurlijke wereld, kan hij overbrengen in de geestelijke wereld. Dus als hij die stormen brengt, die problemen, als hij de wind, hij is de wind, hij is de vijand, dan wil hij ervoor zorgen dat u uw grote doorbraak niet ontvangt. Hij wil ervoor zorgen dat u uw grote overwinning niet boekt. Hij wil ervoor zorgen dat u uw grote zegen die God voor u heeft weggelegd, niet ontvangt. Maar hij is een leugenaar. U kunt het met me zeggen, de duivel, duivel, je bent een leugenaar. Want wat de duivel wil doen, is ervoor zorgen dat u niet meer gaat richten. Of u gaat u niet meer, laat me het woord richten gebruiken. U gaat u niet meer erop richten om uw bestemming te behalen. Maar u gaat u bezighouden met een probleem. Dat is zijn werk. U kijkt niet meer vooruit. Ja, en hij wil één ding willen hebben, laat het los. Als u vandaag in een probleem bent. Als u vandaag tegenwind hebt. Als de dingen vandaag tegen zijn. Ja?
U kunt natuurlijk reageren, maar dan blijft u in die natuurlijke situatie. Maar u kunt ook bovennatuurlijk reageren. Dan overwint u elke natuurlijke situatie en de overwinning is van u. Niet zomaar. Dit verhaal is geen zomaar verhaal. Waarom zegt Jezus, ga naar de overkant, ga naar Bethsaida. Maar je gaat over een meer. Je bestemming is daar. Je zegen is daar. Je overwinning is daar. Je rijkdommen zijn daar. Alles wat je nodig hebt is daar. Maar waarom denkt u dat Jezus ze alleen stuurt? Waarom Jezus ze alleen stuurt en hij gaat niet met ze mee? Hij wil ze een les leren. Want ze komen uit een situatie, u kent het verhaal van de 3 broden, 5 vissen of 5 broden, 3 vissen. U kent het verhaal toch? En dan doet Jezus iets bijzonders. Hij weet dat het is laat geworden. Ze zijn op een afgelegen plek. Albert Heijn is dicht, Dirk is dicht, Lidl is dicht. Er is geen brood nergens te vinden. Weet je hoe ver je terug moet lopen? De hele dag ben je daar, genezing na genezing, bevrijding na bevrijding, geweldige dingen. En nu denk je, het wordt laat. Dan komt Petrus, stuur ze naar huis, want misschien halen ze nog een winkel ergens. Want die winkels sluiten, Jezus, het is al, is zomer, is 9 uur, maar Albert Heijn sluit 10 uur, Lidl sluit 9 uur, stuur ze 8 uur weg. Maar Jezus gaat gewoon door. Weet u wat hij zegt? Hij kijkt naar ze, hij zegt, komen jullie. Hij zegt, 5000 mannen alleen hoor, mannen, als je die mannen hebt geteld, net hoe je hier binnenkomt, staat uw naam op de lijst, ja. Zo hebben ze gekeken, er waren 5000 mannen. En Jezus zegt gewoon aan ze, wat maak je druk? Geef ze te eten. Je gaat zeggen, Dan waar moet ik het vandaan halen? 5000 mannen. Met hun vrouwen 10.000. En die tijd was er geen pil. Hoeveel kinderen? Petrus steekt niet zijn vinger op, ik ga doen. Want hij weet, hij gaat een slag moeten geven. Hij heeft een probleem. Iedereen kijkt en denkt, dit wordt niet opgelost. Maar ik kan u zeggen, Jezus wil zijn les leren. Want Jezus zegt tegen ze, los het op. En ze zijn daar en ze denken van, hoe gaan we dit oplossen? En plotseling zegt Jezus, wat heb je? We hebben niks. Mijn portemonnee is thuis. En ik kan niet pinnen, Martin. Je hebt het net gezegd, leeg. Ziet u wat er gebeurt? Niemand kan dit probleem oplossen. Niemand kan het probleem oplossen. Maar Jezus weet één ding. Hij gaat ze iets laten zien om in verbinding te staan met God en grote dingen te doen. Want als hij de broden in zijn hand krijgt, hij dankt God. Hij dankt God ervoor en hij geeft het ze weer. Hij geeft het ze weer. Als je maar 1 brood geeft en ik kijk naar u, ik ga denken, dan hoe dan? 1 brood. In Suriname noemen ze het Fernandes, soms noemen ze het vormbrood. Hier is het. Wat voor brood is het hier? Casino. Je krijgt 1 casino. Dan kijken hoe die mensen te eten moet geven. Je hebt een probleem. En Jezus leert ze 1 ding. Jezus zegt, zie je deze handen van je? Ze zijn er om te geven. Ze zijn er om te zegenen. Ze zijn er om te vermenigvuldigen. Ze zijn er om mensen, om grote dingen te doen voor de mensheid. En toen ze met een brood kwamen, heb ik een leeg blaadje, ja. Mijn brood. Brood. Ze komen en ze denken, hoe ga ik doen? Hoe ga ik dit oplossen? Jezus zegt, maak je druk, begin uit te delen, man. Ik heb hierop geen tekst staan. Brood. Zo liep hij overal naartoe. En mensen schrokken ervan. Want als ze klaar waren met hun brood uitdelen. En ze keken in hun hand, was er een ander brood. En ze hebben 5000 mannen eten gegeven. Laten we zeggen dat ze bij elkaar. Man en vrouw 10.000.
we gaan het netjes doen. We gaan doen alsof het deze tijd is. Die mensen zijn zuinig met kinderen krijgen. Mijn moeder had 10. 10! Soms zeg je, slapen die mensen s'avonds niet. Maar goed. Laat me zeggen 25.000 mensen. 12, dus je werk de hele dag brood uitdelen, brood uitdelen. Maar kijk wat er staat in vers 52. Marcus 6, 52. Marcus 6, vers 22. Want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. Dus Jezus heeft de reden waarom hij ze zegt, ga, ik ga je even een lesje leren. Want je hebt gelachen, maar dit, je hebt het niet gedaan met je hart alleen. Je hebt het alleen maar gedaan omdat je weet van, met handen kan je opleggen, handen zijn om te zegenen. Handen hebben talenten, handen zijn zo gezegend. Maar het is niet verbonden met je hart. Je hart is verhard. Je hart zit in een situatie waarbij je hart, eigenlijk, je hebt een groot werk gedaan, maar morgen kan je niet meer. Nu wil ik je laten zien, ik wil zien als jij in staat bent grote dingen voor God te doen, als ik je stuur. Ga naar de overkant. De wind is tegen, golven staan tegen je. Ja, is niet dat lied dat wanneer iemand dood gaat zingen, het is middernacht. Maar het was letterlijk middernacht. Je zit met een probleem, God is niet bij je. Je denkt, hoe kom je hieruit? Maar het is een les die Jezus wil leren aan ze. Want hij zegt, hun hart was verhard. Ze hebben iets groots gedaan. Maar hun hart is verhard. Er is geen verbinding tussen hun hart en hun handen. Wat ze moeten doen, hoe ze moeten handelen, welke opstelling ze moeten hebben. En God, geen verbinding. Ze gaan alleen maar kijken. Wij vergaan, help! Maar soms wil God ons hebben op de plaats waar we iets moeten doen. De duivel weet één ding. Als hij komt met zijn angst en dit stukje begrijpt u niet. Die verbinding die er moet zijn met u en God. Hij weet, hij doet wat hij wil. U keert uw rug, want dat is zijn bedoeling. Datgene wat God u bedoeld heeft, waar God u voor bedoeld heeft, wat God u beloofd heeft. Als u nu oppast, u geeft het op. Datgene wat God voor u heeft weggelegd, u geeft het op. En dan keert u terug en dan hebt u iets van, God antwoordt niet. Maar zoals God met de discipelen heeft gedaan, zo wil hij ook met u doen. Als u bent in een bepaalde situatie, ja, dat wil God hebben, dat u één ding moet weten, heeft een bestemming voor u. De wind is tegen. En wat de duivel wil doen, is ervoor zorgen dat u zo angstig wordt, onzeker wordt, onrustig wordt. Want zolang het in u stormt, die storm die hij op u brengt, als u niet oppast, komt die storm in u. En dan hebt u de strijd verloren. Maar God wil niet hebben dat het in u moet stormen. God wil hebben dat u op de plaats komt waar u rustig moet zijn. Kalm moet zijn. Soms groeten mensen je, hoe gaat het met u? Kalm, kalm. U kent dat ding toch? Zo kalm moet het in u zijn. Dat wil zeggen, het gaat goed. U bent rustig. Want u weet, duivel. Ik kan u zeggen, de duivel heeft oren. En hij weet precies als u bang bent of niet. Op het moment waar u op hem bestraft, dan gebeuren er dingen in uw leven die eigenlijk onmogelijk waren. Laten we gaan naar, ik wil niet te veel springen. Laat me eens even iets anders behandelen. Ik heb het nu opgeschreven. Laat me toch een tekst lezen. Marcus 6, vers 50. We zijn nog steeds in Marcus.
Maar ik wil het uit de basisvertaling halen. Ik lees veel uit NBG, maar dit wil ik uit de basisvertaling halen. Markus 6, vers 50. Ze zagen hem alleen en ze waren doodsbang. Ze zagen hem alleen en ze waren doodsbang, maar hij zei tegen hen, kalm. Dat vind ik zo mooi in dit stuk. Rustig maar. En als je goed kijkt, dan staat hier, ik ben met hoofdletter geschreven. Kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Dus wanneer die storm er is, dan zien ze Jezus over het water tot ze komen. En ze zijn allemaal, ik kan u zeggen, ze zien iets dat niet klopt. Het bestaat niet. Iemand die over water loopt. Maar ik heb u gezegd, Jezus wil ze een les leren. Want hun hart is verhard. Vorige week heb ik het gehad en die week ervoor dat Jezus, Jacobus, Johannes en Petrus meeneemt hoge berg op. Om die echte Jezus te zien. Om te zien wie Jezus werkelijk is. En Jezus verandert voor hun aangezicht. Zijn gelaat gaat stralen. Hij schijnt, ja, zijn kleren zijn wit en geven licht. En iedereen is flabbergasted. Hij is in zijn glorie. Hij is in zijn heerlijkheid. Hij is de Jezus die vandaag op de troon zit. Hij is de Jezus die u dient, de Jezus die ik dien. Hij zegt, als je me kan zien zoals ik ben, niks is onmogelijk voor je. Want je denken is anders. En men mag van Petrus zeggen wat men wil, maar die boot is eigenlijk ons leven. Het water moet je zien als de wereld met al zijn problemen. En de persoon die uit de boot stapt is Petrus. De rest stapt niet uit. Als Elia die confrontatie heeft met Achab, zegt hij op een gegeven moment, waarom gaat geen mank aan beide zijden? Indien het God is, volg hem na. Indien het de Baal is, volg hem na. Maar weet u dat ik dit ook zo zie? Ik zie dit stuk als, we zitten in een situatie waar God wil hebben, dat we hem moeten kunnen begrijpen, dat we hem moeten kunnen zien, dat we hem moeten kunnen verstaan. Maar we zijn te veel artsgericht. Te veel met onze ziel. En de duivel geniet ervan, want hij doet het werk in onze ziel. Dan ben je niet klaar, dan ben je niet gereed, dan voel je je zo, dan dit en dat. Ja? Maar Petrus, die bovennatuurlijke dingen kan begrijpen, zegt aan God, hij hoort alvast, ik ben. Hij zegt, hier wordt een woord tot me gesproken. Het is hetzelfde woord dat tot Mozes is gesproken. Als Mozes zegt, ik kan u spreken. En als ze me vragen, wie heeft me gezonden? Weet u wat God zegt? Zeg, ik ben heeft u gezonden. Weet u wat dat betekent? Als u begrijpt dat u een opdracht hebt van ik ben. Het is God die hemel en aarde heeft gemaakt. We leven in een tijd waar God zich gaat openbaren als ik ben. En die tijd is er al. God maakt ons als kerk klaar om te verstaan dat we niet moeten leven in die natuurlijke wereld. Ja? Want we zijn kinderen van een rijk in de hemel, staat in, ja? Staat in Filippenzen. Is het Filippenzen? In elk geval, dat wil zeggen, u bent hier. Maar u moet weten wie u bent. U kunt niet een leven leven waar u totaal niet eigenlijk gedisconnect bent van Christus. U bent bang om te denken van, hey, ik heb autoriteit, ik kan het doen. U bent bang om te denken, God gaat het voor u doen. U denkt, u moet het zelf doen, terwijl u omkomt. Terwijl hier God een les wil leren aan Petrus. En niet alleen aan Petrus, maar aan al die discipelen. En allemaal wil hij een les leren. Hij zegt, kijk waar je bent. Je bent met je ziel bezig. De duivel heeft iets in je leven laten komen. En als je niet oppast, zijn andere machten, apokus, chromantisch, jorkas, bakroes, voor alles is gekomen om hem te ondersteunen. En u gaat uw leven lang zo en nooit kunt u overwinning leven.
Want ze hebben een gat gevonden en steeds als u opkomt, gaat u weer naar onderen. Steeds als u opkomt en God zegt, ik heb u de overwinning over angst gegeven. Want we zijn in deze wereld, maar we moeten God kunnen vertrouwen. Petrus doet een stap. En die stap die hij doet, want wat Jezus hem laat zien, ik ben boven al die omstandigheden van jou. De wereldse omstandigheden. De machten die die wereldse omstandigheden laten plaatsvinden. Ik sta boven ze. Hebt u nu gezien, ik was boven de bergen. Ik was een voorbeelden voor je. Ik wist precies waar je was. Ik heb je in de verte gezien. Ik weet wat tegen je was. Ik ken je hart. Mijn hart is verhard. Je kan niet begrijpen wat ik voor je kan betekenen. En nu kom ik over het water lopen. En als je deze les niet verstaat, want de Bijbel zegt, hij trachtte hun voorbij te gaan. Als je het niet wil pakken, je wil me niet zien als een God zoals ik ben. Daar staat, ik ben. Ik ben het. Ik ben met hoofdletter. Wees niet bang. Toen ik me voorbereidde, hij leest dit ding. Dan denk ik aan Peter R. de Vries. Die grappenmaker die rommel heeft gemaakt. Ik denk echt, dit had je nooit moeten doen. Ik weet niet waarom het me zo stoort. Is net je, ik zei aan mevrouw, is net wanneer je, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, iemand die zo dierbaar is voor je. Ik heb die man nooit gezien, alleen op televisie. Toch? Is net je moeder, je vader. Je voelt je zo, hoe kan dit gebeuren? Ik denk voor deze man moeten ze arena afvuren. Echt waar. Echt waar. Want die man is een grote broer voor iedereen die een probleem heeft. Puttend zijn moordzaak. Al die andere dingen die hij oplost. Ik denk, niemand kan dit doen. Want je hebt zo iemand nodig. Die voor je staat, je bent niet, want je kan het niet oplossen bij de rechter. Wie ben jij? Want ik was hiermee bezig. En dan komt het weer in me op. Ik denk, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Wie lost deze dingen voor je op? Omdat ik bezig was met dingen oplossen. God heeft zijn oplossingen. Ja? Oké, laat me teruggaan naar de Bijbel. Peter, laat hem zacht rusten, zeggen die mensen toch. Rusten. We bidden voor zijn familie. Maar ik zeg eerst, we bidden voor heel Nederland. Want als ik me zo voel, echt, ik meen het echt. Is geen grap. En ik denk, het komt te veel in me op, te veel in me op. Elke keer zit ik weer. Toen ik het las, ik hoorde het. Ik denk, ik was net bezig voor iemand te bidden. En ik was met een andere zuster en een broer. Je bent afgeleid. Ik denk, ze snappen niet wat dat ding met me deed. Maar goed. Goed. Ik weet niet van u hoor, maar ik zeg u hoe ik me voel. En ik ben niet zo, meestal niet zo. Maar dit heeft me een beetje apart. Dit was een beetje apart. Oké. Okay. Dus, wat laat Jezus zien? Jezus zegt, ik ben boven natuurlijk. Ik ben hier op het water. Ja. En ik sta boven de omstandigheden. Heb je niet gezien dat die golven, die wind, kan mij niks beginnen. Wat, weet je wat ik bijzonder vind? Omdat ze Jezus niet herkennen. Het is net als op de bergen. Jezus laat zich zien zoals hij is. Hij is bovennatuurlijk. En hij wil ze een les leren. En ze hebben niet gezien, je hebt bovennatuurlijke dingen gedaan. Maar vandaag wil hij u zeggen, u kunt net als hem handelen, want hij heeft u ook die handen gegeven om grote dingen te doen. Ja? Hij zegt tegen de rots vandaag, tegen u, de tijd is gekomen, we leven in die tijd, dat God onze denken gaat shiften. Ja? Want Petrus moest een shift brengen in zijn situatie. Eigenlijk al die discipelen hoor. Maar niemand durfde. Als Petrus hem vraagt. Heren, als u het bent, gebied mij tot u te komen. Petrus, er is een shift gemaakt in zijn gedachten. Hij denkt, als ik ben me zegt. Ik ben die ik ben. Alle zeeën heeft hij geschapen. Hij heeft de wind en de wateren, hij heeft de bomen, hij heeft de bergen. Dus Petrus krijgt die openbaring. Hij wilde alleen maar weten, met wie heb ik te maken? Hij zegt, als het een spook is, ga ik hem bestraffen. Maar als het ik ben is, heb ik een woord nodig. Want als ik ben tegen me zeg, ik ben die ik ben. Ik ben het. Dan kan ik gaan. En Petrus doet iets daar. Waar hij stapt uit die boot, is ons leven. De dingen die we meemaken. Ja, hij stapt eruit uit de natuurlijke wereld. Die emotionele, zielse wereld. Wie heeft geen dingen meegemaakt in het leven? Wie niet?
En toch gaan we dood met die dingen. We leven met die dingen. En het houdt maar niet op. We gaan van hier naar daar, naar daar, naar daar. Weet u, we hebben hier een training, hè? Over bevrijding. Er zijn een paar mensen uitgenodigd. En in die training stond er dat we moesten bidden voor dingen. Oude dingen gaan opkomen. En weet u wat er is opgekomen? Ik vond het apart. Ik weet, toen ik nog in Suriname woonde, was één kant waar de groot grond. Eén deel was water, één deel was hoog. En je speelt in het water als het heeft geregend. En ik was misschien 10 jaar of zo, want ik weet, was een jongen van misschien 15, 16 jaar. En plotseling kwam het weer in me op. Want terwijl je zo speelt, je vader staat niet eens ver, maar weet je dat je dood kan gaan. Want die grote jongen heeft mijn hoofd in het water gehouden. Ik vergeet dat ding niet en ik wil mijn broer roepen. In het water. Volgens mij was ik zo groggy, ik weet niet wanneer hij weg is gegaan. Toen ik naar boven kwam. Maar we dienen nog God. Want waarom brengt God dat naar boven? Deal ermee. Deal ermee. Want het is iets waar je niet eens meer aan denkt. Maar God brengt het naar boven. God zegt, deal ermee. En net of God wist van deze man, ze hadden deze week hierop voorbereiden. Ja, hij gaat praten over angst en dan gaat hij die dingen gaan sleutelen eruit. En wat zie je? Om terug te komen bij Petrus. Petrus is de enige. Toen ik dit hieraan dacht, dacht ik, een kerk kan groot zijn. Maar je kan veel mensen in die kerk hebben die zitten in een situatie waar ze niet uit kunnen stappen. Om te stappen boven hun omstandigheden. Die golven doen wat ze willen. Ze hebben geen zin om verder te gaan. Ze houden die emoties vast en ze blijven erin. En ze boeken nooit de overwinning. God zegt, u moet overwinning boeken. Dat is wat hij zegt. En dat blijft niet erin. Waarom denk je dat ik het verhaal vertel? Hoe oud was ik? En plotseling, dingen kunnen in ons leven gebeuren. En dan kunnen we zeggen, ja, maar weet je wat mensen overkomen? Ja, we weten niet, nee, we niet eens te weten. Overwin het. Kom niet meer klagen, kom niet meer zeuren, kom niet meer huilen, overwin het. Misschien denkt u, deze man praat hard. Nee, Petrus zit in situaties waar zijn hart is verhard, heeft geen link met God en link met wat hij doet. En God kan niet werken in zijn leven, heeft een probleem. En God zegt, ik weet wat ik ga doen. Begin te gaan. Ja, ga over de meer. Ja, ga naar Galilea. Ga naar Bethsaida, over de meer van Galilea. Belofte, bronnen, zegeningen. Alles is voor jou bestemd. Maar als je niet oppast, je gaat van school en je zit nog met die problemen en je kan het niet halen. Je hebt kinderen, je kan het niet halen. Je bent oud geworden en nog steeds, dan zeg je, als ik opnieuw geboren zou worden, zou ik het doen. It's too late. Zou het anders doen. Nu moet je het anders doen. Nu op dit moment. Als Petrus, als je die openbaring krijgt, ik ben heeft me gevraagd om te komen, ik ben, dan moet ik op het water stappen. Als ik ben, zeg kom, hij is het. God geeft u de opdracht. We leven in een tijd van de glorie van God. En één ding kan ik u zeggen. Die vijand heeft ons een mondmasker gegeven, maar trek het eraf, trek het eraf. Haal uw mondkap eraf, want u gaat spreken voor God. Haal uw neuskap, hij bedekt neus en mond, hij maakt u benauwd. Hij maakt u benauwd. Hij maakt u stom. U kunt niet praten. Als een christen niet kan praten, ik kan u zeggen, hij kan de tent sluiten. Hij kan de hele dag zingen hier. Welke mooie liederen zijn er? Zulke mooie liederen. Maar als je niet oppast, die connectie tussen die inhoud van het lied en je hand en God is er niet. Dan kan je dansen, een heleboel dingen, maar die verbinding is er niet. En dat is wat Jezus wil leren. Er moet een verbinding zijn. Ja, ze zien hem komen. Iedereen is bevreesd. En hij zegt tegen ze, Heere, als u het bent. Ze zien hem komen, ze zijn bang. Peter zegt, als u het bent. Hij zegt, ik ben het, ik ben. Ze herkennen hem niet, want het bovennatuurlijke kunnen ze, is moeilijk. Maar ik kan u zeggen, weet u, 2 Timotheus 1:7, God heeft u niet een geest gegeven. De Bijbel zegt van lafhartigheid. Dat we in situaties zitten en elke keer gaan we achter een demon schuilen. Ja, maar ik ben zo. Ja, maar het gaat niet helpen. Ze mag die dat ding bedekken. Mag die het bedekken. Sommige mensen bedekken demonen. Echt waar. Terwijl die demonen erachter staan en uw leven lang bent u gevangen.
Hij moet bestraft worden, hij moet uitgedreven worden. Want hij denkt, ik hou je daar, ik hou je daar. Is zelf medelijden, ik hou je daar, ik hou je daar. En je komt niet eruit. Maar God heeft u een mond gegeven om te spreken. Wie heeft de mens een mond gegeven? Wat moet die persoon, wat moet u als mens met die mond doen? Zie je daar, laat me het ook zeggen. Oswald, je moet spreken. Omdat ik weet hoe belangrijk het is, daarom zeg ik het. Want misschien gaat u denken, ik speel onderwijzer voor u, maar zelf doet hij het niet. Wel, ik weet, ik moet spreken. Ik ben het, zegt Jezus. Bent u bang voor iets? Zit u in een situatie? Soms denken mensen, maar ik ga nooit een man hebben. Al die denken, ik ga nooit een goede vrouw vinden. Die andere denkt van, ja, maar mijn financiën. Die andere denkt, mijn werk. Angst is niet van God. Geloof is van God. Echt waar. Geloof is van God. Dus het eerste wat u moet weten, als iets gebeurt in uw leven, en wat het is, God heeft u niet een geest gegeven van angst, lafhartigheid, om opnieuw te vrezen. Maar uw identiteit, wat denkt u dat uw identiteit is? Bobo, bang, suffer? Nee. Als zijn geest in u is, hebt u de identiteit van Christus. Het is de geest van Christus die in u is. U hebt Gods identiteit. Dat is wat Jezus aan Petrus wil leren. Ja, vele christenen blijven maar in een situatie. Maar vandaag wil God hebben, u die thuis bent, God wil hebben dat u uitstapt en op het water loopt. Want ik ben, heeft u gezegd, kom. Het andere, zonder openbaring verwildert het volk. God wil hebben, we moeten openbaring van hem hebben. Want ze herkennen hem niet. Hij komt over het water, fluitend. Ik doe maar wat hoor. Ik weet niet wat Jezus heeft gedaan. Maar in elk geval staat hij liep over het water. Hij heeft gekeken en hij weet in welk probleem u zich op dit moment bevindt. Hij weet het. Hij weet het. U die kijkt thuis, Jezus weet precies waar u bent. Op dit moment, hij weet ook in welk probleem, als u een probleem hebt tenminste, in welk probleem u zich bevindt. En hij weet één ding, vandaag geeft hij u een les. Laat uw hart niet verhard zijn. Laat uw hart samenwerken met uw hand. En het eerste wat u moet weten, het is ik ben als uw mond opent. Proclameer het woord van God. Iets valt u aan, proclameer het tegengestelde. Verbreek het in de naam van Jezus. Angst is niet van God. Weet u dat mensen soms stijf worden? Ze kunnen geen kant op. Angst. Terwijl je de macht begint aan te spreken. In de naam van Jezus. Ja? Jezus heeft ons aan het kruis alles bezorgd. Alles gegeven. In Matthäus 14, vers 26 en 27. Ik heb mijn blaadje gescheurd, maar goed. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. Ze herkennen hem niet. Waar we naartoe moeten gaan, we moeten een openbaring van God kunnen krijgen. We zijn een volle evangeliegemeente. Mensen kunnen voor ons bidden, van alles geweldige dingen gebeuren, maar wat about zelf als ik in een situatie ben? Het hart dat verhard is, ik wil even iets zeggen over het hart. Het hart dat verhard is. En zo werkt angst. Als uw hart niet goed werkt, soms kan het zijn dat u uitslag krijgt aan uw lichaam, dat u niet oppast, niet genoeg zuurstof, u wordt benauwd, van alles kan u overkomen. Want uw hart is het centrum van uw lichaam, ik noem het zo. Dus op het moment waarop uw hart niet goed werkt, heeft u alles van uw lichaam een probleem? Zo is het toch? Alles van uw lichaam een probleem. Want hij voorziet het hele lichaam overal. Hij voorziet uw hersenen, uw longen, uw dit, uw dat. Al die organen. Alle orgaanstelsels voorziet hij van zuurstof en voedsel.
Weet je dat angst dat ook doet? Moment waarop angst komt, je bent uitgeschakeld. Je net hoe het hart niet werkt, angst zorgt ervoor dat je ook niet kan functioneren. Alles van je is uitgeschakeld. Common sense, gewoon normaal denken, uitgeschakeld. Als je niet oppast, je bent zo bang dat je voor stijf bent, ja, is net wanneer een dief in je huis komt plotseling. Ik kan u zeggen, je mag de sterkste zijn. Je ziet die man met een pistool, je gaat geen kant op. Angst doet hetzelfde, het verlamt ons hele lichaam. We kunnen nog geen kant op. Als u daarmee wil leven, met geen kant op, is een vervelende partner. Geen kant op. Ik weet zeker, uw partner heet niet zo. Geen kant op. Hij die met u een relatie heeft, zijn naam is Jezus. Hij heeft u vrijgemaakt van geen kant op, die vervelende partner. Hij heeft u vrijgemaakt van ziekte. Hij heeft u vrijgemaakt. Ik heb één ding gezien. Toen ik vorige keer voor Peter moest bidden, toch? Ik stond hier plotseling, kom ik, laten we bidden. En terwijl ik begon te bidden, weet u waar ik aan dacht? Ik dacht, ik ken iemand zijn toestand niet in het ziekenhuis. Straks gaan we bidden, dan blijft er een plantje over. Omdat onze man power heeft. We bidden voor de familie. Elke keer als ik iets wil, vader, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, vader. En wat zeg ik, het gebeurt. Omdat God dat wil hebben. Het zou iets moois zijn, zondag kan ik niet komen, want ik ben onder druk van alle kanten. Moet ik die druk niet zeggen, week, in de naam van Jezus. Je bestraft hem in de naam van Jezus. Duivel, je denkt me klein te maken, dat ik bezig ga zijn met die kleine dingen. Die wind, dat ding dat me tegenwind wil geven, tegen wil houden, ik bestraf die wind in Jezus' naam. En Jezus zegt, u kunt ook de wind bestraffen in elke situatie. U kunt aan uw partner zeggen, ik kan de wind bestraffen. Zeg aan uw partner, zeg aan uw partner. Oh, sorry, niet aan uw partner, degene die naast u zit. Ja, uw partner zit zeker naast u, maar iemand anders zit ook naast u. Twee dingen helpen u. Het zijn simpele basisprincipes. En die ene heeft te maken met kunnen spreken. Spreken, want u hebt autoriteit van God ontvangen. U hebt macht van God ontvangen. U hebt kracht van God ontvangen. Die eerste is spreken. Onderschat niet wanneer u spreekt. God zelf heeft gesproken. Het was een chaos toen God zou scheppen. De aarde nu was woest en ledig. Weet u wat woest is? Ik kan het niet uitleggen, zo noem het woest. En het is leeg. Maar de geest is daar om iets uit te werken. U hebt de Heilige Geest om het uit te werken. Maar het enige waarop de Heilige Geest was, spreek. En toen sprak God. Er zij. En alles was er. Hij gebood en alles stond er. Vandaag zegt God tegen u, komt u in een situatie, gaat u gebieden en alles gaat er zijn, of gaat u zijn die bange scheitert in een boot, sorry. Doe als Petrus, want dan weet je dat je je leven overgeeft aan God. Want je gaat hem tegemoet. Er zijn mensen hier, en misschien u die kijkt, u moet u weer gaan overgeven aan God. En dat kan u doen door te vasten. Dat kan u doen door in tongen te spreken. Dat kan, weet hoe Jezus de duivel heeft uitgeschakeld dat we vandaag christenen zijn? Hij heeft zichzelf teruggetrokken 40 dagen lang. Hij heeft gevast. Vandaag zijn christenen bang om te vasten. Maar die overwinning, waar blijft die overwinning? Het eerste wat God zegt, gebied mij. Ik ben, wil hebben dat u de woorden van ik ben spreek. Proclameer het woord van God. En het volgende wat hij wil dat u moet doen, is, je moet die openbaring van God krijgen. Maar ik kan u zeggen, God heeft zich geopenbaard aan ons allen. En het probleem dat we hebben, we blijven maar in die boot zitten, en we blijven maar die slagen nemen van de vijand, maar we stappen niet uit die boot om op het water te lopen, over het water, om te zeggen, ik blijf niet in deze situatie. Ik pik het niet. Als we in die boot blijven,
Dat doet hij met ons wat continu angst. We moeten een keertje kunnen opstaan. Laten we letterlijk, staat u even op. Staat. Ja? En u weet, u bent bijna allemaal 25 jaar. En jonger. Ja? Kijk, als je ouder wordt, dan sta je op als een plane. Ja? Maar u bent jong, u kunt gewoon opstaan. Voep, in één keer. Als u weet dat u geen 25 bent, u kunt, sta rustig op hoor. Want anders hebt u rugpijn. Ja? Want dan weet de duivel van, hé. Is niet die liederen die we zingen alleen, is wat we doen. Want Jezus heeft ze iets laten doen, die discipelen, maar daarna konden ze niks doen. Is wat we doen, is wat u doet. Ik weet niet van u hoor. De duivel moet durven. Iemand zegt het mooi, er is een spreekwoord. Als een slang je een keer heeft gebeten, hij ziet een worm, dan word je bang. U kent het spreekwoord niet. Dus een slang bijt je een keer. En je ziet een worm. Ik ben bang voor alles. Ik wil iets vertellen, maar je moet niet lachen. Het is tijd, hè? Over tijd. Ik weet niet wat voor pech ik had in Suriname. Maar honden hebben me 3 keer gebeten. 3 keer. 3 keer. 3 keer. En een keer waren bezig te knikkeren. En op een gegeven moment, ze noemen het een soort iets van lood. Een reis noemen ze het. Hè. En dan moet je die knikkers ermee raken. En ik dacht, weet je wat? Ik mag niet meedoen, dus ga inhalen bij ergens. En het was 2:00 middags ongeveer. Iedereen doet zijn dutje. Maar ook die honden waren onder het huis van die mensen. Die deden een dutje. En ik stoot die poort open. Ik kom naar binnen. Ik maak ze wakker. Ik zit tussen 3 honden. Die ene daar, die andere hier. Die ene, ja, dus die honden hebben me van alle kanten nog steeds. Als ik kijk, ik zeg, ah, dat is die ene hond aan de korte weg. Ja. En ik liep een van die dagen. Ik kom uit mijn huis. Zo'n kleine hond. Maar om de hoek, ik hoor waf. Ik ga direct naar achteren. Ik kijk naar dat beest. Ik zeg, je bestaat nauwelijks. Zo klein was hij. Maar zo zie je wat angst doet, hè. Het laat iets achter. Nee, echt 3 keren hebben honden me gebeten. En de laatste keer waren er 3 tegelijk. Bruintje, Bruno en Herta. Vader, ik dank u, Vader, in de naam van Jezus. Ik dank u voor uw goedheid. Ik dank u voor uw genade. Vandaag, Vader, hebt u ons een les geleerd. En vanaf vandaag, Vader, we weten we staan in uw autoriteit. Vanaf vandaag weten wij dat we niet moeten denken in natuurlijke dingen als het gaat om u bent bovennatuurlijk. U hebt op water gelopen omdat u de discipelen hebt laten zien, u bent bovennatuurlijk. U komt met uw opwekking, u bent bovennatuurlijk. En Vader, vandaag komen we op tegen de machten van angst die hier aanwezig zijn. Elke geest van angst, begin elke geest van angst zelf te bestraffen. Gaat uw gang. Ik weet niet of ik ga die hond bestraffen. Ja, gaat u door, want ik moet andere dingen uitzoeken in de naam van Jezus. En in de naam van Jezus, ik kom op tegen de macht van angst. De macht die u aanvalt in Jezus' naam. Ik neem de autoriteit over deze macht en ik spreek in Jezus' naam. Jezus heeft u overwinning over angst gegeven. En angst, je vaart uit in Jezus' naam, want we verbreken jouw macht in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Ik kom op tegen jou en ik verbreek je macht. En u leeft in overwinning. U leeft in overwinning in Jezus' naam. In de naam van Jezus. En u kunt juichen voor God. Halleluja. Vader, ik dank u voor uw volk, Vader. Vader, ik bid u, Vader, dat... Ik dank u. Laat me u danken. Dat wij als gemeente de rots, en wie dit woord hoort, in overwinning gaat leven. Vader, en wanneer dingen opkomen, maakt niet uit. Dat we snel gaan beseffen dat we moeten schakelen van het zielse naar het bovennatuurlijke en aan de gang gaan. En machten bestraffen, Vader. En weten, Vader, dat we bezig zijn op een bovennatuurlijke wijze. Ik dank u voor alle die hier zijn en alle die thuis zijn en alle die nog zullen luisteren en kijken. Vader, zegen aan ieder. En ik dank u voor de tijd dat we leven in de tijd van glorie, de tijd van autoriteit.
De tijd van doorbraak, de tijd van zegen, de tijd van Vader, grote bestemming. In de naam van Jezus. En ik spreek over u uit, ik profeteer over u. Uw bestemming wordt niet tegengehouden in de naam van Jezus. Elke tegenwerking is verbroken. En ik bid u gunst toe dat deuren voor u opengaan. De juiste mensen op uw weg komen. De financiën die lang onder intimidatie staan van de vijand. Bind ik alle druk op uw werk, alle druk op uw leven, verbreek ik in Jezus' naam. In de naam van Jezus. Elke vorm van onrust. Zoals die Bijbeltekst zegt, kalm. Vader, ik spreek uw rust weer uit over uw volk. Uw kalmte. Alle vorm van ongerustheid. Vader. Alle vorm van bezorgdheid. Wordt op dit moment losgelaten. In de naam van Jezus. En wees bevrijd van de geest van angst. Want u hebt niet ontvangen een geest van angst. Een geest van lafhartigheid. Om weer bang te zijn. Maar u hebt ontvangen de geest van God. In de naam van Jezus. Een geest van kracht. Om in de overwinning te staan. En om in de overwinning te leven. En ik spreek over u uit. U bent gezegend naar geest, ziel en lichaam. En u leeft in overwinning. In de naam van Jezus. Zeg, ik ben gezegend. Zeg, ik leef in overwinning. Zeg, de zegen is van mij. In de naam van Jezus. En ik heb de autoriteit van God ontvangen. Zeg, ik heb de autoriteit van God ontvangen. En wanneer ik het woord spreek, dan is het zo. In de naam van Jezus. U weet dat Jezus een vijgenboom vervloekte. De onvruchtbare vijgenboom. Dit is een zaak van geloof. Dat komt zo in me op. Dat als je iets uitspreekt, weet dat het is gebeurd. Soms zie je het niet direct. De volgende dag als je komt, dan zeg je, hey, het is verdord van wortel tot blad. Want als je ernaar kijkt, ga je soms niet direct zien. Maar één ding moet je weten, uw geloof gaat u behouden. Het is gesproken en het is zo, het zij zo en het blijft zo. In Jezus' naam. Zuster Romy, kunt u komen? En ik wil u vragen, neemt u plaats? Of gaat u weer staan? Ja. Blijft u staan. Oké, laten we Romy welkom heten met de applaus. Ik heb van de week speciaal een nummer geschreven voor de kerk eigenlijk. Want precies zoals Pastor eigenlijk zei, ik zie heel vaak mensen komen klagen. Ik was ook zo één. Die heel vaak zei, God alsjeblieft, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer, ik weet niet meer wat ik moet doen. Totdat ik wist van, ask and you shall receive. Vraag en je zult ontvangen. Maar geloof erin en spreek het uit. Dus het nummer dat ik heb geschreven, het heet I Deserve. I deserve love, I deserve abundance. I deserve to be free, I deserve to be healed. En dat ga ik zo met u delen, dus blijft u staan. En als u voelt dat u uw ogen dicht moet doen en uw handen omhoog moet heffen, doet u dat. Okay. I used to cry on my knees, asking God help me please. Do you hear me pray? Do you hear what I have to say? Until I finally believe, asking you shall receive. And now he hears me pray, he hears what I have to say. I know what I deserve, I speak life over it. God knows what I deserve and speaks life over me. See, I know what I deserve, and I speak life over it. God knows what I deserve, and speak life over me. See, power is in my thoughts.
my words. Since I know who I am, since I own who I am, I'm moving mountains with faith. I say goodbye to my old ways. Since I know who I am, since I own who I am. See, I know what I deserve. I speak life over it. God knows what I deserve and speak life over me. See, I know what I deserve. I speak life over it. God knows what I deserve. I deserve love, and I deserve abundance, and I deserve the best, and I deserve to be free, and I deserve joy, and I deserve to be healed. Yes, I believe that I deserve the best. I deserve love, I deserve abundance, and I deserve the best. I deserve to be free, and I deserve joy, and I deserve to be healed. Yes, I believe deserve the best, 'cause I'm a child of God. Yes, 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 I'm a child of God. So I deserve love, and I deserve abundance. I deserve the best, and I deserve to be free, and I deserve joy, I deserve to be healed. Yes, I believe that I deserve the best, 'cause I'm a child of God. Gelooft u dat u een kind van God bent? U bent een kind van God. Geloof, er zit kracht in uw woorden. Er zit kracht in uw gedachten. Spreek leven uit over uw leven. Ik wens u een hele fijne zondag. Toch nog even. Dus Romy, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel apart. Dat je vorige week zo'n mooi lied had geschreven. En deze week weer één. Dus het komt er gewoon uit. Ik vind het een, het is niet een zomaar gaaf. Het is zeer bijzonder. Om op dit niveau gewoon zo te kunnen schrijven. Laten we voor Romy bidden, laten we voor Romy bidden. Romy, kom hier staan, we gaan voor je bidden. Kom, 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 kom. Strek je handen uit naar Romy, we gaan verder bidden. Vader, we danken u, Vader, voor uw dochter. U hebt er een geweldig talent gegeven. Om op dit niveau, om op het hoogste niveau te kunnen schrijven.
en het te kunnen brengen. We bidden u als kerkvader uw lichaam. We hebben net gesproken over het spreken en over u zien in de geestelijke wereld. En we bidden u, Vader, en we spreken uit over Romy. Vader, dat dit talent, Vader, over zeeën zal gaan. We bidden dat dit talent, Vader, zo gezegend zal zijn, dat de wereld zal weten hoe groot u bent door dit talent. We bidden u dat u haar zodanig zegent, waardoor vele en vele de liederen mogen gaan zingen over u, tot u. En we bidden u, Vader, dat ze openbaringen zal krijgen over deze tijd en wat u van plan bent. En dat als ze dat neerpent, dat het pakkend zal zijn om de Heilige Geest in beweging te brengen. Vader, we danken u. En we heffen onze handen op als teken, Vader, dat we vandaag Romy geven aan u. En ontvanger. En ga uw gang. En we danken u voor grote doorbraken. We danken u, Vader, dat de meer van Galilea, Nabatsaida, haar deel zal zijn. Haar grote doorbraken, haar grote zegeningen, haar grote openbaringen. Vader, in Jezus' naam. En niemand kan dit stoppen. Want ik dank u dat elke wind gaat liggen en dat ze over het water mag lopen. Eigenlijk, Vader, in relatie met u, om de grote zegeningen vrij te zetten, vrij te zingen. En ik dank u dat haar mond een grote zegen mag zijn. In de naam van Jezus. We zegenen haar zeer. In Jezus' naam. Amen. We'll be right back.